Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Zoals jullie zien, achter mij staan we bij de Intratuin. En gaan we even kijken of ze misschien al vuurwerk hebben opgesteld. En hoeveel kat 1 ze hier hebben. Ik zag ook een reactie voorbij komen van iemand die zei: ga naar de Intratuin en koop alles wat je daar kan kopen op dit moment. Qua kat 1. We hebben hier al een leuke tas gescoord. En we gaan nu even naar binnen om jullie te laten zien wat ze hebben liggen. Let's go. Ja, jongens, we zijn dus hier bij de schappen. Ze hebben nog niet zoveel, man. Nee. Ik had verwacht meer, maar laten we gewoon maar inslaan. Alles wat we hier kunnen zien, nemen we gewoon. Wat is dit dan? Oh, die gaat poepen. Ja, die haal ik ook gewoon, hè? Ja, is goed. Hoppa. Wat is dat? Dit dan? Olala's. Dat lijkt wel op gewoon fonteintjes, hè? Ja, mooi. We gaan zien wat het doet. Kijk hoe duur het is, man. 4 euro voor Morning Glories. Morning Glories, ouwe. Dat gaat echt helemaal nergens. En wat dacht je nou van die knetterlinten waar je net zei? Ja, echt, hè? Knetterlinten, jongens. Zullen we de duivel tegenwoordig? Dit pakket dan, zullen we die nemen? Ja, neem maar. Ja, joh, tientje. Ligt dan ook op de meeting, toch? Ja, ik had 1 meeting, ouwe. Luchthuizen uitverkocht, man. Kut, hè? Ja. Een bandje vol, maar ze hebben helaas niet alles van Leslie. En die bon, jongens, is echt bizar. Moet je kijken hoe duur het is. Dus we hebben een aardige kar gescoord. Niet zo heel veel. Maar dit is dus alles wat ze tot nu toe hebben. En dan hebben we eigenlijk alleen sterretjes niet gekocht. Logischerwijs. En de luchthouder. Maar voor deze tas zijn we gewoon 67 euro kwijt. Het is echt bizar, man. Ja. Hier. Kut Intratuin. Ja. Ja, hier hebben we het. Oh, 64 euro. 64,47 euro hebben we ervoor betaald, jongens. Maar zoals beloofd, er zijn ook een aantal nieuwe dingen bij die we nog niet hebben gehad. En zoals beloofd gaan we even naar locatie om dit af te steken. Zoals beloofd, jongens, we staan op locatie met de gevulde tas. We gaan het gelijk even afsteken hier op deze locatie. Verder, wat we ook weer voor jullie hebben, dat is een mooie kortingsactie. Namelijk de aanstekers die je nu in beeld ziet, geven we korting bij. Namelijk de kortingscode PYROTEAM DELFT voor de mensen die korting willen. 10%. En voor de mensen die er heel snel bij zijn, PYROTEAM DELFT 2 is slechts een paar keer geldig. Krijgen jullie 15% korting. In het shot heb ik deze niet laten zien, jongens. Maar dit is de camo. En die vind ik zelf heel erg lijp. Ik vind die echt mooi, man. Die kan je dus ook krijgen, jongens. Kortingscode PYROTEAM DELFT. MyPlasma.nl. En voor de snelle mensen, PYROTEAM DELFT 2 voor 15%. Nou, eerste flitspaaltjes. Die waren levensgevaarlijk een paar jaar geleden. Als je erop trapte, toch? Ja, precies, man. Dan knalde die. Dat ging wel hard, hoor. Pieter. Ja, gooi er nog een paar bij. Leg hem ook precies in het water, jij. Maar kijk uit, hè. Die vorige keer, jongen, Jordi. Lekker windje ook. De volgende doen we met de blauwe stick. Hou hem altijd zo naar beneden, jongens, anders wordt hij vies, die aansteker. Zo, misschien knalt deze wel. Nee. Ook niet, hè? Nee. Ook, wat is het? Olala's. Oh, ah ja, tuurlijk. Dat is nieuw voor mij. Ja, ook van Leslie. Gewoon even rechtop zetten. Ja, die waait denk ik. Nee. Scheller dan die van de Aldi, vind ik wel. Ja. De volgende, voor de gein. Ik vind ze wel ziek, hoor. En moet je kijken, deze was ook ziek. Die hebben we ook genomen. Het We Gaan Hard vuurwerkpakket van Leslie. 125 stuk. Vraag me niet hoe duur deze waren. 6 euro? Hè? 6 euro? Denk het wel. Ja, te bizar voor woorden, toch? Terwijl de andere 4 euro zijn. Snap je. Ah, het is echt bizar duur bij de Intratuin, maar goed. We hebben er wel veel plezier van, toch? Daarom. Happy Nestjes. Ah, die zijn wel mooi, man. Ik vind dat, die verpakking vind ik wel vet, ja. Een beetje oldschool-achtig. Precies. Steek er zin aan. Of ze ook oldschool gaan. We zullen het zien. Even zien, man. Ga ik mooi even op de weg staan.
Ja. Oh, zo. Die gaat hoog. Wat was dat het? Nou, die gaan niet zoals vroeger, dat weet ik wel zeker. Was een beetje crappy, ouwe. Ja, mooi. Volgende happiness steken we af met de zwarte stick. Kijk hoe mooi die is. Hier zo'n knopje aan. Go. Zo makkelijk gaat die aan, jongens. Hey. Check hoe raar ding dit is. Wacht, ik wil even een foto ervan maken. Ga ze. Kan je die in je hand houden, denk je, of zo? Ja, wel. Hey. Bizar. Ja, het is niet zo bijzonder, man. Ik had wel wat meer verwacht, man. Ja. Ja, wat ik al zei, het is gewoon een vuurtje. Maar wel een mooie kleurvuur. En dan komen gelijk even 400 auto's langs. Dat is even loshalen. Ja, dat is goed. We gaan even een hekskring maken. Maar wat dat we zoveel hebben betaald voor deze troep, jongens. Hier Magic Whip. We hebben hier zo'n scheidlijster. Weet ik veel wat het inhoudt. Bengaals vuur. Normaal gesproken gaan we dus nooit naar de intratuin. Eigenlijk altijd Big Bazaar, action en zo. Maar ik zag nu een reactie van iemand die zei van ze hebben nieuw kat 1 daar. Nou, dat is dit dus. Niet heel bijzonder, vind ik. Maar we hebben wel veel gehaald. Dus daar kunnen we even voorlopig mee vooruit. Ah, maar 1. Nee. Zo. Hey, die gingen wel goed, man. Troep is gelijk weg. Zo. Gelukkig worden gewoon nog gek. Zo. Kom met een auto aan racen, gek. Scheetlijster. Oh. Ja, dat gaan we toch gewoon lekker even boeien. Volgens mij gaat hij gewoon poepen. Ja, hij gaat poepen, man. Kijk. Wat is dat? Godverdomme. Haal de pakjes weg. Een scheetlijster. Kijk, er komt zogenaamd poep uit. Wat poep gedrukt nou, hè? Wacht. Hij wel ziek gemaakt, man. Kijk, hij blijft maar gaan, gek. Het vet vuurwerkpakket, die hebben we ook al een paar jaar geleden gehad. Stoken in meetings en zo. Vond ik altijd wel een vet pakket, omdat eigenlijk alles erin zat. Tanky. Hellboy, tanky. Hey, dat zijn luchthouders. Ja, zullen we gewoon even die tanky als eerste doen? Is goed, toch? Echt voor je. Wat doet dat ding dan? Geen idee, man. Van een reet, volgens mij. Ja. Niks. Dat was het, dacht ik. Oh, dat is wel lauw. Wist je dat niet? Oh, ik dacht gewoon gillen en klaar. Maar Leslie maakt meestal wel wat van hun kat 1, ik zeg eerlijk. Je hebt ook van die grote versies, die rijden echt, hè? Klopt. Oh, je luchthuilers, joh. Gewoon die dan bij een projectje zo. Even eentje, om te kijken hoe ze zijn. Knallen! Hey, gek! Zo, hè? Ja, die steken gewoon los af, hoor. Hoe ziek is dat? Dat zijn gewoon medepijlen, man. Let op, voetzoekertje dan. Voetzoekertje. Rennen! Hey, let op, het is gewoon voetzoeker. Boy, weet dat niet eigenlijk. Hoezo? Zo, ik kan niet zo werken. Oké, ja, dan gaan we een andere plek op. Dus we kregen weer wat gezeik, jongens. En zijn gelijk verplaatst naar een ander punt. Geen zin meer in discussies. Maar mensen die konden niet normaal binnen zitten van al dat kat 1 geknal. Zijn even naar een nieuwe locatie gereden. Ja, niet naar mij toe richten, vriend. Nee, dat is vorige keer. Jongen! Zo. Sommige zijn hard, maar hoor dat! Het is harder dan.
Oké, okay, de vergelijking. Welke is anders? Hey. Mag ik eten, hoor? Kijk hoe raar dat ding is. En dan heel snel die andere. Dopje viel dicht. Hey. Kijk, dat is dus het verschil. Ja, ik ga voor deze, man. Ja. Het gaat langer door, hè? Klopt. In plaats van alles in één keer eruit. Dus. Magic whip. Magic nana. Ja. Whippy. Mooie verpakking. Ja, nu hou je het lontje erin. Je moet hem zo schuin houden. Hey. Lock it. Knal beter hier, hè? Ja. Het galmt lekker hier zo. Oprecht, ja. Hier, het lontje zit pas. Vuurwerk afsteken. Ja, ik heb hier allemaal beesten op stal staan. Iedereen schiet al gelijk in de stress. Oh. Oh, sorry. Alsjeblieft. Ja, we waren net ook al naar een andere plek verwezen. Dus... Ik heb hier beesten staan. Ja. Ik zeg, ik heb hier allemaal vuurwerkverkoop. Het zit met een keer op mijn rond uit te nieuw. Maar als dit nou al begint, dan... Nee, maar... Ja, klopt. Maar met oud en nieuw steken hun toch niks af? Nee, maar voorheen wel. Ja. Oké, okay, nou ja, dan gaan we wel naar een andere plek. Ja. Voor de beest is het vervelend, begrijp ik. Nee, is goed. Is goed. Het is categorie 1, jongens, ik zweer. Soms hoor ik hier namelijk een vrachtwagen voorbij komen die veel harder lawaai maakt. Het gezeik bij kat 1 blijft, maar ik hoop dat jullie wel het fatsoen kunnen behouden om met die mensen wel gewoon een normaal het gesprek aan te gaan. Want anders is kat 1 op den duur ook gewoon verboden. Heb gewoon respect voor wat mensen zeggen. En als ze zeggen, willen jullie een andere plek op gaan zoeken, dan gaan we dat gewoon doen. Ook al ben ik het er niet mee eens, we gaan het wel doen. Want ja, die beesten die kunnen natuurlijk niet praten. En als die echt bang zijn, is dat heel triest natuurlijk. Alhoewel ik er weinig van geloof. Het was een mooi idee van iemand die onder de video schreef, koop al het vuurwerk van de intratuin. Althans, alles wat ze nu op dit moment hebben qua producten. Dus ik dacht, is wel een leuke video. Ik hoop dat jullie dat ook mooi vonden. Binnenkort meer stookvideo's vanuit België en andere locaties. Dus ik hoop dat jullie daar ook veel zin in hebben. Dan zijn we helemaal terug. En als jullie een idee hebben wat we moeten doen, laat het even weten in de comments. Dus, want misschien gaan we het wel doen. Dus koop hier, koop daar, ga daar naartoe. Misschien doen we het wel. Ik wil er niet een vaste serie van maken. Maar als er mensen een idee hebben van, hey, dat is leuk om te doen, laat het weten. En wellicht pakken we het op en gaan we het doen.